tijd tussen de wereldoorlogen was er dus een van grote vooruitgang. En dat was mooi. Er gebeurde nog iets meer. Er was in de Eerste Wereldoorlog nog iets verschrikkelijks gebeurd. Namelijk een enorme watersnoodramp. Dan denk je natuurlijk, watersnoodramp, dat was toch in 1953? Ja, dat is ook zo. Maar in 1916 was er ook een. Een hele grote, de boel hier, heeft onder water gestaan in 1916. Zeker de lagere delen van Noord-Holland was dat het geval. En dat was voor Wilhelmina een schokkende en belangrijke gebeurtenis. Ze schrijft er wel 6 pagina's over in dit boek. Die ga ik niet allemaal voorlezen, maar wel een stukje. Ten midden van alle spanning en ellende die de om ons woedende oorlog voor ons volk met zich meebracht, kwam in de eerste dagen van 1916 ook nog een grote watersnood ons vaderland teisteren. Felle stormen dreven het water met kracht tegen de Zuiderzeedijk. Van Annapalowa en Ewijk tot Spakenburg en Bunschoten bezweken de dijken of werden op vele plaatsen overspoeld. Zelfs Hoogland werd overstroomd en ook Marken liep onder. De bevolking, op zolders en daken gevlucht, bracht angstige dagen en nachten door. Hele stukken huizen verdwenen in enkele ogenblikken in de golven. Alleen per boot waren de noodgebieden nog te bereiken. Een wegennet was er niet meer. Het leed dat de mensen getroffen had, had diepe indruk op mij gemaakt. Iedere keer als ik thuis kwam, hoorde ik desnachts nog het ritme waarmee de deinende golven deuren en ramen binnenstroomden om het volgende ogenblik weer terug te vloeien en het geklepper op de maat van de open en dichtslaande deuren. Duizenden en duizenden huizen was ik zo voorbijgevaren. Op wat eens de straten waren, dreef het huisraad troosteloos rond, ja, alle bezittingen van de bewoners. Met dat beeld voor de geest ging men zich verwijten zelf in een goed bed en in een mooi huis te liggen. Over de eindeloosheid van nacht en water, over al het leed dat deze duisternis in zich borg, gleed mijn geestesoog en daar gleed een zacht en vriendelijk licht. Voor mij het teken dat er één is die de zijnen nimmer vergeet. Deze watersnood was aanleiding voor het aanleggen van de Zuiderzeedijk, voor het inpolderen van de Zuiderzee. En daarover gaat ons volgende lied. Daarna overigens is het eventjes pauze.
Dames en heren, we komen rond met de...